Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat er geen reden moet zijn tot oorlog met Guyana. Dus de huidige spanningen ten aanzien van de grenskwestie met het buurland hoeven niet tot excessen te leiden, meent de bewindsvrouw. We merken dat er wat spanningen opkomen, maar laten we hopen dat het niet komt tot escalatie. Niemand wil een oorlog, want dat brengt alleen maar schade. We hopen in goed overleg en dialoog de spanningen te minimaliseren of weg te werken. En wanneer het gaat om bescherming van Suriname en het volk van Suriname, is Defensie altijd ready. Met alle hart en diensten staande middelen zijn we er altijd ready om te beschermen. De minister merkt verder op dat het buitenlands beleid van Suriname bij het staatshoofd en de minister van Buitenlandse Zaken ligt. Als minister van Defensie wil zij niet ingaan op bepaalde internationale vraagstukken. Suriname heeft altijd een beleid gehad waar wij vriendschapsverbanden onderhouden, vriendschappelijke relaties onderhouden met de hele wereld. Wij gaan voor bescherming van mensenrechten, bescherming van de soevereiniteit van naties en dat soort zaken. Dat zijn de algemene erkende waarden waar wij als land voor uitspreken en wij staan daar ook achter. Dat is wat ons beleid is en specifiek in deze case laat ik het over voor de minister van Wiebes en de president. De grenskwestie tussen Guyana en Suriname loopt al langer dan een eeuw en is terug te voeren tot het einde van de 19e eeuw. Het gaat om het zogenoemde Tigrigebied dat wordt bezet door troepen van Guyana, maar Suriname toebehoort. Vorig jaar kwam deze kwestie weer aan de orde nadat er geruchten zouden zijn dat Guyanese vissers in Surinaamse wateren doen wat zij hebben willen.